Hey, en leuk dat je kijkt naar deze Route in Review. Dit keer hier, waarschijnlijk als je het ziet, vanuit Deventer. Nou, vanaf de zomerkermis. Vorig jaar bezocht, beviel het me minder. Ik denk van, nou, het was ook niet echt een algemene positieve review, als ik mag zeggen. Ik denk van, nou, bezoek hem voor de tweede keer, kijken wat er nou staat. In principe zou hier de nieuwe WIP van Terpstra, de Voer, zo'n première gedaan hebben. Maar helaas, waarschijnlijk nog niet klaar. Dus ja, gaan we kijken wat er verder gewoon allemaal staat. En maak ik gewoon weer een leuke video ervan. Ofwel, ik zou zeggen, geniet van deze leuke review. Hier, vanaf de zomerkermis in Deventer. Ofwel, Deventer bekend van de Deventer koek. Deze review starten we hier met een babysport, ofwel kinderdromen rijstende maatschappij. Ik weet niet of dat deze hier altijd heb gestaan, maar volgens mij is het deze voor de eerste keer. Meestal is het altijd dat Guna staat op de paaskermis en dan hier op de zomerkermis. Maar ja, als deze hier nog nooit heb gestaan, ja, leuk om dan weer een hele nieuwe babysport te zien, ofwel kinderdromen van maatschappij. En zo gaan we door richting het grote gros hier in Deventer en richting een kerkhof toe en naast de kerkhof naar een klein pleintje. Ja, ja, dames en heren, daar hebben we hier nog de Pink Date reizen om de rolls van Essen. En dan hebben we hier nog de saltotrampoline, reizende stroeken. De grootste saltotrampoline die we in Nederland hebben. En ja, zo gaan we richting het midden toe, waar in één keer heel veel ruimte is. Waar een hele hoop vermaak, ja, een groot vermaak gemist is sinds dit seizoen. Nou, dames en heren, het gaat dus blijkbaar beginnen. Nou, dames en heren, ze komen aan bij de Mega Boost, de Rijstonde Stroeken uit mooie Limburg. Ja, dit is zijn allereerste keer dat hij hier staat. Maar Bakker heeft hier vorig jaar gestaan. Deze is dit een middelmatige booster, gebouwd bij Fabri. En nog voor het laatst in Maastricht gezien op het Vrijthof. En nou komen we dus hier weer tegen op de zomerkermis in Deventer. En dan gaan we naar de overkant. Dan komen we deze bij de Disco Jumper XL reizen onder de poorten. Ja, voor de laatste keer gezien sowieso in Den Haag op het Malieveld. En deze is dit een Special Jumper gebouwd bij Satori. En dit is ook volgens mij de eerste keer dat hier een jumper staat. In ieder geval, ik weet wel, dat vorig jaar stond hier een heel groot reuzenrad. En blij, ja, eigenlijk super blij dat nou een rondzaak hier staat in plaats van een reuzenrad. Dus ja, zo is het nou eigenlijk al wat duidelijker en overzichtelijker. En we hebben daar de breed naar staan, waar we straks zullen komen. En dan daar hebben we ook nog een Jumbo molen, waar we straks komen. Maar we gaan eerst op avontuur. Nee, maar dames en heren, het ziet er al veel beter uit. Oké, de booster staat ook alweer op dezelfde plek, maar geen reuzenrad meer op het midden. Dat is gewoon veel beter. Als je een rondzaak op het midden zet, dat is al gewoon veel beter dan dat er een reuzenrad staat. Reuzenrad kan je beter als een randzaak neerzetten of een eindzaak neerzetten. Maar in ieder geval, ja, ik heb zo'n idee en gevoel dat toch de organisatie hier in Deventer toch wel een beetje hebt geluisterd. Nou, we gaan lekker verder door met de review hier vanaf de zomerkermis in Deventer. Dan hebben we hier nog
de Booby Trap XXL. Lijst onder albums. Op verschillende camps gezien, niet zo vaak gedaan. Maar het is een heel leuk en mooi funhuisje om te doen. Ja, voor het laatst nog gezien op de geleende kermis in Geleen. In dat schöne Limburg. En ja, nou komen we hier in Deventer tegen. En als ik het goed had, was deze gebouw bij een bebouwing. Dat heb ik echt niet meer te zeggen. Maar dit is toch wel een van de mooiste funhuisjes van Nederland. Als je eerlijk moet zijn, qua paintings. Omdat dit echt handgeschilderd is. Dat vind ik wel hartstikke knap dat sommige mensen dat gewoon kennen. Maar kom je hem tegen? Loop lekker rondje doorheen. Ofwel, de Booby Trap Hotel XL, reist om de Albers Amusement. En zo gaan we op jungle avontuur. En gaan we een ramp! Ofwel, een ramp creëren hier in Deventer. En ja, dames en heren, zo komen we dus aan bij Welcome to the Jungle. Toch persoonlijk vind ik dit echt de mooiste buggybaan die we hier in Nederland hebben. Hij reist dus onder rampen op verschillende kermissen gezien. Ja, het is toch echt een hele mooie met aankleding van planten, van dieren. De buggen zien er gewoon heel erg mooi eruit. En zo draai je door richting de volgende zaak die zo meteen zal gaan starten. Zo zijn we aangekomen bij de volgende zaak. Stevens de Beast, reis van de Rijn dus. Een Move 24 gebouwd bij KMG. Dit is toch wel een van de smaakmakers. En een van de spectaculairste attracties van de Nederlandse kermis. Voor de laatst nog gezien en gedaan in Roermond. Op de voorjaarskermis. Daar heb ik jullie niet meegenomen, omdat ik soms ook wel eens kan genieten. Zonder camera. Van een geweldige zaak. In ieder geval, deze komt ook naar mijn eigen thuiskermis toe, te Roosendaal. En ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Roosendaal is dit jaar gewoon een top editie. In ieder geval, ik had verwacht van misschien komt wel nog de robotics van Lensner opdagen op de Nederlandse kermissen. Omdat hij dit seizoen iets van 6 Nederlandse kermissen zou gaan pakken. Maar waarschijnlijk bij een concurrentiestrijd, ja, doet hij dat niet. Omdat Lensner dus de Beast ziet als een concurrentie. Oké, het zijn wel dezelfde zaken. Alleen andere thema's, andere ritten en show. Alleen dat is verschil. Maar verder zijn het allemaal toppertjes. Maar kom je hem tegen, de Beast? Ja, dit is dan een van de laatste dagen dat hij hier staat. Stap erin en geniet van de rit en show. Want er zit gewoon een geweldige rit erop. En een geweldige show erop. Kan ik je vertellen als Tommy Kroon erachter zit. Ofwel, de Beast van Rijnders. En zo gaan we mensen hier in Deventer afschieten. Op naar die 40 à 45 meter hoogte. En ja, dames en heren, zo te zien zijn we op tijd aangekomen. Want we gaan hier een paar mensen vanuit Deventer zo meteen de lucht in knallen. Door de geluidsbarrière heen. Erg geitje. Maar dit is een type ejectie-seat gebouwd bij Technical Park / Fabri. Al verschillende kermissen gezien. Is niet gezien, dan doen we hem wel eens soms. Maar ja, je moet met z'n tweeën zijn om erin te kunnen. Wegens balans in de bal. En voor de laatste keer nog gezien op de geleende kermis in het Schöne Geleen. En zo gaan we door richting de volgende zaak. En dan gaan we op avontuur in de wereld van Entia. En ja, dames en heren, zo komen we aan in de World of Adventure, ofwel, dan hebben we het over Entia. Een heel mooi avonturenhuis, reist onder de Haan en Beekveld. In ieder geval, voor de laatste keer gezien nog was op de Koningskermis in Rotterdam. Toen was hij daar in première gegaan. En zo te zien zijn ze verder gegaan met vernieuwingen. Want zo die naambordjes van Entia en die bloemetjes op de balkons, dat is nieuw. Volgens mij dat weerstation bovenop de kassa is nieuw. Die lichtbollen bovenin het dak zijn volgens mij nieuw, maar dat durf ik niet te zeggen. Maar het is echt een heel mooi avonturenhuis om daarheen te lopen. In ieder geval, het is sowieso zelfbouw in samenwerking met een of andere fabrikant. Maar welke, dat durf ik niet te zeggen. Misschien is het wel Dietz uit Duitsland. Want Dietz staat ook altijd wel bekend om mooie loopzaken en hele aparte loopzaken. Maar kom je hem tegen? En ja, de World of Adventure reist om de Beekveld en de Haan. Loop lekker rondje doorheen.
en laat je meeslepen in het avontuur van Hentia. Nou, ook deze komt naar mijn eigen thuiskermis in Roosendaal toe. En dan ben ik benieuwd hoe ver dat hij dan al is aangekleed. En het valt me op dat de waterval daar aan de rechterkant nou het doet. In Rotterdam deed je het nog niet. Of hij stond gewoon nog niet aan. Dat kan. Maar ja, het is echt een schitterend plaatje om te doen. Kijken of dat ze hem in Roosendaal gaan doen. Anders waarschijnlijk heus wel volgend jaar. Kijken hoe ver dat ze dan zijn. Maar ja, om steeds mooier te kunnen aankleden qua thematisering en decoratie, ja, dan moet je gewoon geld verdienen. En ja, hij ziet er gewoon schitterend eruit. En zo gaan we door richting de Brinkstertest van Zuidema. Terwijl we de anderen nog in Nijkerk hebben gezien. En ja, dames en heren, zo zijn we aangekomen bij de Brinkstertest van Zuidema. Dit is tevens, als ik het goed heb, hun eerste breakdance. En degene die we vanmiddag in Nijkerk hebben gezien, was een tweede breakdance. En tevens is dit ook een breakdance nummertje 3 gebouwd bij HUS, uit station in Bremen. In ieder geval, misschien wat wij vanmiddag in Nijkerk hebben gezien, is dat wel een stille hint naar deze breakdance, dat deze ook misschien een restart gaat krijgen. Maar dat durf ik nooit te zeggen. In ieder geval, ja, deze hebben we dus voor de laatste keer op de Koningskermis in Rotterdam gezien. Staat de oude portaal hier al een beetje vast. En hier ook. Deze wat mij opvalt, en ik zou dat anders gedaan hebben, is namelijk dat hier de kassa staat. Die zou ik eigenlijk achterin geplaatst hebben. Qua mooie zicht op het plein. Maar verder is het gewoon een leuke breakdance om te zien en om te doen. En ja, hebben we de breakdance in Nijkerk van hun gedaan. Ofwel de breakdance nummertje, ja, en nummertje 3, de tweede breakdance van Zuidema. Na een lange tijd die in een restyle zit. En misschien is dat ook wel een lichtelijke stille hint naar deze. Maar ja, om iets te kunnen aanpakken, moet je geld verdienen. En zo simpel werkt het. En ik weet niet zeker wat ik in de review van Rotterdam heb meegenomen. Maar is dat deze namelijk Moving Heads heeft. Maar die andere breakdance van Zuidema, als ik het goed heb gezien, heeft die nog geen Moving Heads. Dus het kan zijn dat die ook nog gaan krijgen. En zo gaan we op de rug van de olifant vliegen. En ja, dames en heren, ze komen aan bij de Jumbo van Horneman. Dit is tevens de tweede gebouwde Flying Elephant. Ja, die hier in Nederland rondreist. Zo kom je één van de twee tegen en zo kom je op één dag allebei tegen. Maar in ieder geval, dit is een Flying Elephant gebouwd bij Comax Plus. En altijd leuk voor de hele familie. En waaraan kan je herkennen dat dit de tweede is? Omdat deze nou ook een blauwe olifant heeft. En de armen en de middenbouw staat hier dan in de led. Terwijl dat de andere, ja, de middenbouw in de led staat. Maar de armen nog de oude, ja, lichtkappen heeft. Dus ja, leuk om nou allebei de Jumbo's van Orleman te zien. En zo te zien is er een vernieuwingje plaatsgevonden. Namelijk het naambord bovenop de kassa. Dat heeft echt een hele nieuwe uitstraling gekregen. Meestal zaten er altijd van die papegaaien er bovenop, als ik me goed kan herinneren. Als het niet zo is, moet je me even corrigeren in de comments. Maar volgens mij is het naambord van de Jumbo helemaal nieuw. Dus ja, leuk om te zien dat deze Flying Elephant van Orleman ook vernieuwing krijgt. En zo gaan we door richting de kerkhof en richting de kerk. Ja, dames en heren, we lopen nu richting het tweede pleintje toe. Dat is net naast de kerk. En dan lopen we door richting het laatste pleintje. Nou, dames en heren, over het plein hier waar we mee starten. Ja, echt. Het is veel beter. Mooie rond open zaakje. Gewoon op het midden zetten. En dit keer geen reuzenrad. Ik vind een reuzenrad, dan moet je als een eindzaak zetten of als een kantzaak. En niet als een middenopzaak. Maar ja, het ziet er echt gewoon veel beter uit hoe ze het nou hier hebben gedaan.
Ja, we gaan dus nu richting het kerkhof. Terwijl we hier worden neergeknald. Nou, gelukkig niet, geitje. Dat zijn van die knalerten waar de jongere kinderen lekker mee lopen te ravotten, lopen te spelen. In ieder geval, we lopen nu richting de laatste attracties, helaas alweer hier in Deventer op de zomerkermis. En kijken hoe het er nou weer hier daar erbij staat. Dames en heren, zo gaan we Gone in 60 Seconds. Wel een uitscooter, rijstronde, Ekkelboom. Ja, sowieso op de Haagse Koningskermis voor het laatst gezien. Maar thuis is dit een uitscooter gebouwd bij Bertasson uit mooie Italië. En volgens mij stond hier vorig jaar de andere uitscooter van hun. En dan hebben we het over Dungeons Party. Ofwel, ja, dat is een uitscooter in het thema van de Noordpool of de Zuidpool. Maar ja, het zijn altijd wel leuke zaken om te doen, uitscooters. Maar ik ben er niet echt zo'n gretige voorstander ervan. Maar dit is ook wel een van de mooiste hier in Nederland. En dan gaan we schommelen op de Showtime. Naar mijn mening de mooiste, de snelste en de beste afterburner van Nederland. Ja, dames en heren, zo zijn we dus aangekomen bij de Showtime, rijstonden van de wiel. Het type afterburner, gebouwd bij het mooie KMG uit Nederland. En voor de laatste keer nog gezien op de Sint-Servaas-kermis in Maastricht, op het Friedhof. In ieder geval naar mijn mening, en daar blijf ik nog steeds wel bij, is dit de mooiste, de snelste en de beste afterburner van Nederland. Qua rit, show en uitstraling. Maar ja, deze heeft ook een x-aantal jaar lang onder Piontech in Duitsland gereden. En daarna, als ik het goed heb, door Boesveld naar Nederland toe gehaald. Of door Hans van Tol naar Nederland toe gehaald. Heeft hij de stijl van de Showtime gekregen. Ofwel, het is eigenlijk gewoon een klok die op en neer gaat. De arm met de bankjes is de klepel. En het naambord bovenin, dat is zeg maar de klok die de tijd aangeeft. En nou het leukste is, de tijd draait nou door. Ofwel, nou is de klok echt op hol geslagen. En is het een gekkenhuis geworden. Op de Showtime van de wiel. En deze staat eigenlijk ook altijd wel standaard bij mij op de Roosendaalse najaarskermis. Maar zo schommelen we door richting de Crazy Dance van Bakker, die daar zo langs staat te draaien. En ja, dames en heren, zo zijn we aangekomen bij de volgende zaak. Deze is de Crazy Dance, rijstonde Bakker. Een L20 Levis wipje, een gebouw bij Colmax Plus. En ja, deze komen we heel vaak tegen in Tilburg. Is die in Tilburg, dan misschien wel eens op eigen thuiskermis. Of ja, hier in Deventer. In ieder geval in Tilburg hebben ze altijd heel mooi uitgebreid staan met firefighter erop. Met hele trusinstallaties. En op de andere kant zijn huis een beetje simpel en mooi. Maar ja, verder is het gewoon een leuk ripje om te zien en om te doen. Zit er een leuke rit erop. En als ze zin hebben, zit er ook een hele leuke show erop. En interactief met het publiek. Maar ja, dan moet het publiek zoals alles meedoen. Maar zo gaan we wippend op de Crazy Dance. Vol richting de laatste zaak helaas alweer. En dan hebben we hier nog een baby zweep staan. Ik weet niet wat expectant, maar volgens mij is het de eerste keer dat ik hem zie. Maar hij ziet er wel leuk en vleugd eruit. Echt leuk voor de kids. Ladies and gentlemen, the show is in the back.
nog een nostalgische bootsmolen, Rijstonden Eringa. Ja, toch wel een leuke en een mooie om te zien. Ja, deze komen natuurlijk altijd wel op mijn nostalgische kermis tegen, bij mij in Roosendaal, met de Pasen. Maar het is toch wel een van de leukste en de mooiste nostalgische bootsmolen. En dan hebben we hier nog de Swingbob, Rijstonden Mobron. Een type speedracer, gebouwd bij Sobema uit België. Op verschillende kermissen gezien, dan niet gezien, dat hebben we wel gedaan. En ja, het valt me op dat deze nou een plekje is te huis. Want de Swingbob stond eigenlijk altijd eerst hier. En dan hier. Maar kom je hem tegen, stap lekker in en geniet van de rit. Hey show. Dan hebben we daar nog een mooie poffertjessalon staan. En dat was de kermis hier in Deventer op de zomerkermis. En ga je laatst weer de review afsluiten. Ja, dames en heren, terwijl op de Bies van Rijnders hier in Deventer op de zomerkermis. Zo'n selecte trein. Ga ik laatst weer van je afscheid nemen hier vanaf de zomerkermis in Deventer. Qua aanbod, ja, was gewoon weer een leuke, mooie. Eigenlijk wat beter dan verleden jaar. In ieder geval, vorig jaar was ik niet echt zo positief te spreken. Maar het aanbod van nu is veel beter dan vorig jaar. Even om dat laatste plein te hebben. De Swingbob. Ja, die zou eigenlijk meer naar de kerk toe moeten komen. En de Crazy Dance meer daar naartoe. Een paar leuke oude nostalgische zaken daar naartoe. Dus dat het echt een kinderpleintje wordt. Want nou, ja, eigenlijk alleen maar bij avond rond de publiek. De Swingbob. En verder van de dag eigenlijk niet. Of tenzij dat men het weet waar te staan. Dan komt het publiek automatisch erop af. Maar helaas, ja, hoe ik het nou zie, niet. Maar in ieder geval, morgen gaan we naar de Youthclub in Toverland. Hij zal een lange schot gaan met die. Waarom zie je? Hoe wil je het zo? Oké, in ieder geval. In ieder geval, morgen gaan we lekker naar Toverland toe, naar de Youthclub. En dan gaan we daar gewoon veel plezier maken. Maar ik heb het niet gedaan, vergeet dan even dat blauwe duimpje omhoog te doen. Natuurlijk even op dit YouTube-kanaal Dashcoach Community abonneren. Voor meer leuke reviews, vlogs, oorreizen en oprijzen van kerst en pretparken. En hier vanuit Deventer, CT Doei, punt. En tot de volgende keer. En sowieso, tot morgen in Toverland. En houdoe!